Hallo iedereen, van harte welkom op mijn YouTube-kanaal en welkom terug bij de serie De Gigantische Let's Play van Assassin's Creed Odyssey, inmiddels aflevering 121, waar we in Atlantis staan. En dat is alweer de derde episode van de tweede uitbreiding van deze gigantische game. Ik ga de intro niet te lang houden, ik wil gewoon snel het verhaal van de DLC gaan vervolgen en daarvoor moeten we naar Azaeus, de Argont. De Argont van Atlantis en de questline heet de Atlantische Patiënt. We zijn inmiddels ook al level 80 in deze game. En ik ben dus ook heel benieuwd welk level we uiteindelijk zullen zijn als ik echt alles heb afgerond en ook de Platinum Trophy heb binnengesleept. Ik ben daar heel benieuwd naar. In ieder geval, als jullie zin hebben in deze episode, drop dan die blauwe like op deze video. Dat zou fantastisch zijn, dat helpt de serie. Dat helpt de video en mijn channel. Natuurlijk kan je ook abonneren mocht je een nieuwe kijker zijn. En je kan me ten alle tijde extra supporten door een Danaden kanaallid te worden. Meer info daarover staat in de videobeschrijving. Jongens, laten we snel aan de slag gaan met deze expansion. En de game vervolgen daar waar we zijn gebleven. Op de een of andere manier vond ik het een beetje moeilijk de vorige keer. Omdat het staat nu niet meer in beeld. Maar er stond noordoostelijke gebied van een bepaalde ring te zoeken. Ik kon het maar niet vinden en ik kon het maar niet vinden. Uiteindelijk is het me gelukt. Maar het was echt gewoon puur door met Icarus hier rond te vliegen en te hopen op het beste. Het was echt een beetje irritant uiteindelijk. Dus ik heb nu eindelijk de locatie gevonden en daar kan de missie verder gaan. Dus laten we daar naartoe gaan en dan zien we vanzelf wat we daar aantreffen. Wow, wow, wow. Is dit een soort... Wat is dit, joh? Azaeus saw me yesterday. He told me I'll be able to go home soon. You're a lucky one. The man next to me hasn't come back yet. Waarom is de sfeer hier opeens zo vaag? Ik wilde net zeggen, is dit een stoombad of zo? Of is iedereen hier gewoon puur ziek en hangt er een virus in de lucht? Alleen hier. Zou totaal ongeloofwaardig zijn, maar goed, je weet het niet. Laten we hem even aanspreken, want deze man ziet er echt moedeloos uit. Jongens, aflevering 121. Let's freaking go. What have I missed? What must I do? Azaeus, you have your hands full. Nicastis, you're a welcome sight. The only one I've had in some time. So many sick. I'm surprised anything can spread in a place as advanced as this. It's shocking. Nothing I have tried will cure the sick or stop the pathogen spreading. I've lost so many already. Ten eerste kom ik je helpen, maar ik wil eerst het een en ander weten. When did you first notice people were getting sick? At the start of this cycle. It began quite slowly and I didn't think much of it. But then the cases grew rapidly day by day. The more that fell sick, the faster the pathogen spread. Ik neem dit op dit moment op. Op 5 mei. De wereld bevindt zich op dit moment in een gigantische coronacrisis. Dus dit is best een aparte questline. You seem really worried. Have you ever seen a sickness like this before? No. There are many odd phenomena during this cycle. Plant dying, strange insects and animal attacks. I worry about what this could signify. Don't worry. We'll find a way to stop this sickness. Tell me what you need. Well, there was a device being worked on by a scientist named Consus. Its intention was to rapidly heal injuries and eradicate disease. Was? His device is missing. Scientists here have tried to replicate it based on the schematics, but it's still in the experimental phase, and it hasn't been tested on humans. So it may not work. That's not the biggest issue. Poseidon has outlawed the use of our technology on humans. I fear that if we don't act quickly, the pathogen will spread across Atlantis. We moeten de ziekte uitroeien. Ik ga het apparaat halen. In Athens, when the plague spread, Hippocrates thought the only option left was to burn the bodies and the sick with them. You're talking about murdering innocent people. It's mercy, Azaeus. Better than even more dying, because we wouldn't act. No, we are not barbarians. We don't waste precious life if there is a chance it can be saved. Please find the device and bring it to me. Fine. We'll do it your way. Tell me where it is, and I will.
You'll find the device in one of the Issue laboratories in the Consus archive. With luck, we can save these people before my father discovers what's happened. Nou ja, heel apart heb ik het ISU-apparaat al gevonden. Dat was dus in de voorgaande afleveringen dat ik plotsklaps aankwam in een situatie. In een outpost en dacht, huh? Wat is dit? Waarom kan ik dit oppakken? Het stond een missie voor, werd bemachtigd. En nou heb ik het bemachtigd en kunnen we het terugbrengen. Jongens, het is sowieso een beetje een aparte situatie, want die Castis, hetgeen wat Alexios is in Atlantis, is een soort van de rechterhand van Poseidon en is een soort bijna jury of rechter in deze wereld. Oké? Volgen jullie me tot dusver? Dus dan vind ik het vreemd dat als zo'n Argon aan mij vraagt, yo man, we hebben twee keuzes, of dit of dit. En de dialoogoptie is dit of dit. En ik ben Dicastis. En ik ben de jury, de rechter van Poseidon. En ik zeg, we gaan de mensen verbranden. Toch? Dat zei ik. En hij zegt gewoon, nee, we gaan het niet doen. We doen het op mijn manier. Dan, wat heeft het voor zin dat ik deze functie heb? Toch? Dit is wel een beetje kritiek op de game, vind ik. Ik kan super positief zijn, continu. En dan hoor je me daar ook over. Ik ben namelijk super enthousiast over heel deze game. Maar dit vind ik dan weer vreemd. Je krijgt de optie. Je bent een belangrijke rechterhand van Poseidon. Bijna een god. Jij moet dingen oplossen. Je moet het op jouw manier doen. En dan doe ik het op mijn manier. En dan zegt die NPC, nee, we doen het op mijn manier. En dan moet je het ook op die manier doen. Vind ik raar. Als jullie daar iets meer over weten, want ik krijg vaak tips van jullie als kijkers, leg het me uit. Mis ik iets? Mis ik een detail? Snap ik iets verkeerd? Leg het me uit. Want dit is natuurlijk wel gewoon een beetje vreemd, vind ik. Maar ik heb het ISU-apparaat, de technologie, dus inderdaad al gevonden bij dat bebloede lijk. En we kunnen het al terugbrengen. I've brought the glowing cloth you asked for. It's a nanotech matter regenerator, in fact. But you have it. I can't believe it. Now then, let's see what this thing can do. What the fuck, man? Azais, what the fuck did you do? I thought I had calibrated correctly. Oh no, what have I done? I killed this poor human. The device doesn't work and you stole it against Poseidon's laws. What do we do now? Dit is echt belachelijk. Waarom moet ik al dit soort vage keuzes maken? Alexios wordt ook echt boos. What the fuck did you do? This device is dangerous. Maybe Poseidon outlawed it for a reason. I don't think it should be used on anyone else. I was so hopeful, but you're right. This device isn't ready to be used on live subjects. All I've done is add to the pain and suffering. Some things can't be fixed with devices or intellect. There are problems even the Isu can't solve. I suppose all I can do is return this device to the laboratory and make sure the victims are comfortable till the end. Ik zei het toch verdomme al, gast. Zo fucking vermoeiend. Gozer, je hebt te maken met een ziekte. Ja joh, glij jij even over een lijk heen. Je hebt te maken hier met een ziekte. Je moet of mensen gaan uitroeien, of lijken gaan verbranden. Je moet, net zoals bij COVID-19, je moet de manier hoe het verspreidt, moet je tegengaan. Of in ieder geval indammen of afremmen. Wat doet die man? Nou, ik heb hier wel een mooi doek zo. Die leg ik zo over een mens heen. Oh, doei mens. Poef. Ja, ISU-technologie op een menselijk lichaam. Not very smart, hè? Not very smart, nee. Breng verslag uit aan Atlas. Dat is niet helemaal goed gegaan, I guess. We hebben er wel iets mee vrijgespeeld. Dat is dit ding. Was niet heel bijzonder. Het heeft wel coole Atlantis uitstraling, maar het is gewoon paarse shit. Dus we gaan verslag uitbrengen aan Atlas. En ik denk, to be honest, dat ik bekritiseerd ga worden op mijn daden.
Het is zo vreemd om te beseffen dat deze stad zich eigenlijk onder water bevindt. Want de manier hoe je hier komt is vanuit de echte wereld door een portal heen. Zeg maar zo'n portal als voor mijn neus. Zo kom je er. Maar ja, die soort van gigantische grot, hoe je Atlantis binnenkomt, hoe je überhaupt bij de simulaties terechtkomt, dat bevindt zich op dit moment in Griekenland onder water. Dus het is inderdaad de gezonken stad. Ik zie heel veel ISU-soldaten. Die misschien niet heel blij zijn met wat ik heb gedaan. Ik weet het niet. Waarom staan ze hier? Zonder enige logische reden. Want Atlas is daar. Ik ben benieuwd, jongens, wat hij ervan gaat vinden. Volgens mij is hij niet blij. Ja, ofwel. Of hij zegt, ja, het is niet anders, weet je wel. Nikastis, welcome back. I'm glad you could be here to witness this momentous occasion. Why are the Archons in chains? I invited my dear siblings here for one final lesson in leadership. It looks like an execution to me. Every experience in life should be a lesson, including death. You've been to the underworld, so I know you understand what these fools do not. Careful, Atlas. I am the Dikastis. If anyone is passing judgment here, it's me. Don't presume to think you can tell me what to do. The authority of your position doesn't extend to my palace. You're going to murder your brothers? For what? For order? For peace? For Atlantis! For Atlas, you mean? I am the rightful heir to Atlantis. I should be the Dikastis. I cannot defy Poseidon's will, but these fools don't deserve their power. I'll be a better Archon in their stead. Once Poseidon finds out what you've done, he won't let you get away with it. That is our way. The way of progress. You are not one of us. I've seen your compassion to those who dwell in this city. Perhaps our ways are not as perfect as Poseidon thinks they are. Parents do what they think is best, but it doesn't mean they're always right. We have to look out for each other, no matter what we're told. Wise, Dikastis. I respect your decision for the moment. So what now? If you're going to one day rule the city, Alexios, you're going to have to learn a very important lesson. That's what I get for helping you? A lecture? Just some words of advice. Nothing in Atlantis is what it seems at face value. This city is old, and those that call it home are even older. You have helped me, Dikastis. And for that, you have my thanks. This isn't over, Atlas. On the contrary, I'm done here. Ik heb 20 plus ISU-kennis erbij gekregen. Volgens mij ben ik daardoor bijna rank 1 daarin. Wat een super vage quest is dit. Wat liep dit raar en wat is die Atlas ook een vage gozer, jongen. Wat wilde hij nou doen? Wilde hij gewoon zijn broers hier executeren? Dat doe je toch niet, gast? Ik heb hem ook kunnen stoppen voor nu, maar het was een beetje vaag. Kan ik jou aanspreken? Nou, hij was ook, zeg maar, toeschouwer van dit rare riedeltje van Atlas. Beetje vaag. These devices are incredible. I almost feel...
feel like I can hear them speaking to me. Oké. Dat klinkt inderdaad zeer interessant, maar broer, neef, nifau. We moeten toch echt verder met het een en ander. We moeten namelijk nog steeds een panzer gaan verzamelen. We moeten de inzichten van de bewaarden pakken in de buitenwijken van Atlantis. De kennisreeks bereiken we bijna, kennisreeks 1. En we moeten die adamantstaven fixen. Dus als we de kaart erbij pakken, hebben we verschillende quests openstaan. In dromen, sidequest. Het zonnetje in huis, sidequest. Poe adamantis. Dit klinkt best nice in de zin van, het lijkt mij super interessant om adamantstaven te gaan verzamelen en daar wapens mee te smeden. Dus we gaan naar dit punt fast travelen. En daarna kijken we verder. Waarom kreeg ik een soort van damage? Hoorde je dat? Gewoon snel reist. Maar ik, om heel eerlijk te zijn, ik kom hier simulatie in. Ik kom Atlantis binnen. Ik spreek effies met Poseidon. En vervolgens sta ik oog in oog met Atlas, waar ik helemaal niks van weet. En nou blijkt het zo'n vage choppie te zijn. En zo te horen, Alexios had het meteen bij het goede eind. Hij wilde zelf weer de macht overnemen van Poseidon. Hij wilde de stad regeren. Quick, follow me. And trust the stranger. I'm no stranger. I'm Elpis. And I've been watching you. That's not ominous at all. Elpis. Als jullie wat geklapper horen soms op de achtergrond, de gordijnen die klapperen heen en weer, ramen staan open. I'll drop the cloak and dagger. I've been training to become like you, but training isn't enough. You're more than a warrior. The blood of the gods runs through your veins. I thought they preferred Isu in Atlantis. The Isu may as well be the divine with how they rule. Cold, calculating, indifferent to the people milling beneath them. But it's not just Isu blood that makes you special, is it? There's something else. Well, you tell me. I'm talking about this. Your spear. Oh, showing off for me, are you? Just a little. Are you impressed? You're strangely charming. For a thief. Flattering, but we have business to attend to, Dicastis. So, what do you want from me? I'm involved with Atlas. What? He's afraid of taking the relationship public. He says his enemies would exploit me as his weakness, so he keeps me a secret. Wait, you're in love with Atlas? From my experience, I'm not sure Isu men truly love. Nevertheless, I need to make him see that I can be his strength. Our partnership might be a key to bridging the gap between Isu and humans. Your love is strategic. If we take the relationship public, we could marry and I could rule the district by his side, influence policy and ease the tension between the two groups. But so long as I am merely human, it can never be. That's why I want to be like you. You seem very passionate about Atlantean politics. Atlas doesn't approach the human and Isu conflict with compassion for humanity. I believe I can bring that compassion. Someone so ready to kill his own brothers hardly strikes me as husband material. Atlas is like any Isu, aloof and unchanging. That's why we make a good team. I bring out his humanity. It would be nice to have another ally in Atlantis. What's your plan? At the Adamant Metallon, they harvest a metal used to create devices just like your spear. My spear's the strongest metal ever forged. Could this be used to forge other weapons? Well, adamant ingots could. But what I need is raw adamant. I know the one who can forge it for me.
Atlas can't suspect what I'm up to, so make sure you're not seen. He doesn't know about this? I'll tell him the truth when the time is right. Please, hurry back. Okay, I'll try my very, very best. Mag niet gezien worden. Daar sprak ze over. Een piece is interesting. Ja, zeg dat wel. Kijk, ik klikte natuurlijk weer op de hartjes optie. Omdat, hey, overal waar een scheur in zit. In Tartaros openden en sloten we scheuren. Ik wil ook scheuren in Atlantis sluiten. Maar, nee, ik heb dat hele game al gedaan met Alexios, joh. Weet je, het is de tijd van de Grieken en als iemand gewillig is, hatsike, dan duiken we er bovenop met Alexios. Nou, verder moeten we natuurlijk wel een beetje terughoudend zijn, want ze kan ook totaal misbruik van ons maken. Dus daar moeten we even op voorbereid zijn. That's the adamant Metallon Alpis told me about. She said I should get the raw adamant without being seen. Moet lukken hoor, ik ben zo absurd sterk, zeg maar. Met assassijnschade en deze huidige beeld die ik heb gemaakt. Dat ik hier makkelijk ongezien doorheen zou kunnen komen. Ik wil wel even inderdaad dit allemaal spotten zoals je ziet. Zodat ik niet word verrast door random soldaatjes. Het mag helemaal niet. Nee, ik heb ze toch niet. Weet je wat het is? Ongezien blijft het. Als je er zo doorheen gaat, is het ongezien, basically. Hij zei niet vermoord, niet. Hij is ongezien, ja. Ja, als alles en iedereen hier dood is. Ja, het gekke is aan die ISU-technologie natuurlijk, waar ik nu mee speel. Alles verdwijnt ook. Alles wordt geabsorbeerd. Dus er blijven geen lijken liggen. Dus iedereen is hier basically gewoon weg. Helemaal weg, verdwenen. Maar weet je wat, ik speel het gewoon zo. Ik heb die snelle opslag gemaakt, hè. Als het dan achteraf fout blijkt te zijn, dan doe ik het wel opnieuw. ISU-doorgangen. Iedere voltooide kennisreeks geeft Alexios toegang tot nieuwe gebieden die bewaakt worden door ISU-doorgangen. Aha. Dus hier kom ik echt nog niet doorheen, omdat ik die ISU-kennis nog niet beschik. Maar rechts onderin, je ziet het, we zijn bijna een level omhoog. Dus dit zou zomaar net genoeg kunnen zijn. Zie je? Though I can't tell where my hand ends and the staff begins. Ik hoop dat dit genoeg was. Ja, zie je? Rank 1. Je ziet het, het staat aangeduid in streepjes. Zo, wat gaat dit absurd diep, zeg. Ik denk al dat die man wat splintertjes heeft in die klauw van een houten trap, man. Doe even normaal.
Het is altijd een beetje zoeken naar de hotspot. Ik heb hem nu net gevonden. Looks like this might be where they store the raw adamant after mining it. Ging dit ongezien? Nee. Got the raw adamant. I'll bring this to Elpis. It's reacting with my staff somehow. Almost like they were meant to be together. Ik rond de locatie natuurlijk meteen af. Zo absurd veel damage ook, man. Met gewoon een simpele stab in zijn zij, zeg maar. Laat het zeggen, het is volgens mij een snelle sluipmoord. Zo heet het, gewoon eenmaal driehoekje. Snelle sluipmoord. Ik ben... niet helemaal ongezien hier doorheen gegaan, nee. Kan je wel stellen. Ik heb de locatie afgerond, hoor. Ja, dat is eigenlijk wat er voor mij telt. Nee, gaat hier alsnog in duiken, mogoltje. Ik ben benieuwd of je niet gewoon kan zeggen, zeg maar, was ongezien. Raw adamant, as promised. Nice to see that you're as skilled as you look. I'm making the right choice to become more like you. You seem fine to me. I don't know why you're trying to change. Just as you were destined to be the Castiz, I am destined for this. I just know it. Atlas is hardly worth all this trouble. You shouldn't change yourself for him. This is bigger than Atlas. Wait and see what a human Archon could mean for Atlantis. Still, all you have is raw adamant. Until I take it to a skilled blacksmith so he can forge an Isu device from the adamant. Well, you know where to find the Castiz when you need him. The forging takes time. What we do next will change Atlantis irreversibly. You should make sure you complete all your duties as the Castiz before meeting me at the Loma of Atlas. Hoe adamantisch. Best wel een fel zonnetje hier, hè? Zo, level 81, had ziek idee. Echt een fel zonnetje hier. Da la 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 la.
eerst allemaal andere taken gaan volbrengen voordat we haar weer opnieuw ontmoeten. Dus dat zal vanzelf aan bod komen, waardoor ik naar die ga. Die is lekker dichtbij, denk ik. En we hebben hier ook meteen een vraagteken. De missie heet Het Zonnetje in Huis. Nou ja, het zonnetje schijnt al best wel fel. Alright, als je zo om je heen kijkt, man. Kijk nou hoe detailed het is. Op zijn eigen manier. Het is zo'n aparte sfeer en aparte stijl. Ik ga wel even kijken wat dit nou precies is, man. Ik zal dit uiteindelijk ook wel moeten oplossen, hoor, denk ik. Dit is een soort megapuzzel. Uiteindelijk zie je dat die straal dit zou gaan moeten aanraken. En dat er hier iets groters in werking wordt gezet, uiteindelijk. En in het midden zweeft ook zo'n gigantische steen. Kristalachtig iets. Echt joh, wat is dit? Waar ben ik? In ieder geval, hierboven is de missie die ik hebben moet. En dit is de opslagplaats van Iris. Alright, zijn we dan. Ah, the Castis. I heard you can help me with the solar floral regeneration project. The what? Oh, forgive me. Let me start from the beginning. I'm Neocles, an imperial botanist here in Atlantis. I'm engineering a way to aid floral regrowth. The flowers here can't just grow on their own? Oh, no! You're not one of those followers of Minerva, are you? I don't know anyone named Minerva. Her students are so small-minded about my photosynthesis accelerator. If you want to be a scholar, why follow such a rudimentary doctrine? Look, do you need something from me? Oh, apologies, Nicastis. You're new to Atlantis, and I'm getting ahead of myself. Ja, nogal. Let me begin. Nogal, man. Basically, the plants are a key resource for us here. But a few cycles ago, humans overpicked them, and now the air is suffering. You want to grow more? In a sense, yes. I have a hypothesis, a theory that using a natural power source stronger than the sun will promote sustainable growth. You're losing me again. There are devices that project beams of light around the Garden of Triton. Redirecting them using the reflective surfaces would stimulate floral regrowth. You want me to move your lights? Yes, and the Castis, taking care of our natural resources, would send a message to all of Atlantis. A good message, I hope. Dat hoop ik ook, ja, het zonnetje in huis. Het is wel cool, man, want hij switchte ook vanzelf, zeg maar, naar deze nachtscène. Ik vind het in de nacht, vind ik de game er ook wel echt absurd mooi uitzien hier. Overal die belichting. Maar ik moet dus inderdaad drie van die... It looks like all the light beams need to hit that central structure. Ja, nou dat dus. Dankjewel, Alexios, dat wilde ik jullie net uitleggen. That must be the device Neocles mentioned. Reminds me of how I opened the door to Atlantis. Kijk nou hoe nice dit is. Het ziet er ook zo ontzettend mooi uit, man. In de nacht. Kijk nou.
Oh, dit werkt niet. Jawel, ik zal hem iets moeten bijschijnen. Niet? Kan het niet. Zie je? Dat is één. Dat werkt. First one down. Holy cow, man. Dat ziet er zo sick uit. Dat zijn zulke mooie graphics. Ja, ik zit het te bekijken in 4K HDR. Hè. Dat is misschien ook de reden dat het zo ontzettend magisch oogt. Want de belichting is echt wauw. Het geeft echt, echt sfeer. Ik denk zomaar dat dit de... Dit is de andere kern, hè? Dit is de andere energiebron. Ja, die andere was daar. Dan is deze hier. Alright. Dit schijnt in één keer goed, maar nou moet ik het verplaatsen. Ik denk dat het zo moet hoor, ik weet het ook niet. Ik probeer ook maar gewoon iets. Yes, baby. We'll get the flowers growing in no time. Alright, laatste lichtbeam. Kijk ook hoe mooi. Het is een soort binnentuin met watervalletjes en dansende mensen. En... laatste laserbeam. Daarna zal ik de aflevering ook eindigen als deze quest wordt gehaald, zeg maar. Geitjes wandelen ook rond hier, weet je wel, tussen de mensen in. Ik heb sowieso al meerdere wilde dieren gezien hier in dit gebied. Dus sommige mensen lopen al met een panter op straat, anderen met een leeuw. Die beesten die zijn hier gewoon hartstikke tam, denk ik. Nee joh. Oh, dit is zo vet.
denk dat die laserbeam al goed staat. Dat hij in één keer beamt naar de goede plek. Do it. I'll tell Neocles it's done. That doesn't seem good. What happened? Ja, of het is juist wel goed. Misschien moeten we daar nog achter komen. We gaan het even reporten. Ik ben benieuwd wat het te melden heeft. I moved your light beams. It seemed to be working, but then... The beams are aligned, yes, but the power isn't running. What do you think the problem is? None of this makes any sense. The light beams should expand across the gardens and present with enhanced photons. The V? There might be something wrong with your theory. I still don't see how this light is any better than the sun. The sun! That's it! The power source must also be displaced, rendering this light no different than the sun. No wonder you're the Dicastis. That's brilliant! So the next step is... Go to the control room and make sure the power source isn't displaced. And what exactly is this source? An igneous matter consisting of imperial... It's a rock. Just make sure there's a rock in the control room. Fine. I'll go see if this rock is there. Oh, kut. Ik drukte het weg. Missie is gehaald. Lekker veel XP gekregen. Dit wilde ik aanzetten. Ik drukte te vroeg op options. Ik ben benieuwd. Ook omdat het de volgende quest is. De bloemetjes en de bijtjes. Misschien is de steen verdwenen. Of schuilt er iets veel groters achter dan alleen... Even checken of de steen er is, weet je wel. Dit is de control room, we gaan het zien. Zie je? Laadschermpie. Misschien ga ik hem wel eindigen daar hoor, want... Ik zit dit op te nemen om en nabij etenstijd. Dus ik moet de part wel een beetje gaan eindigen eigenlijk. Looks like Neocles was right. There is no rock here. Stop right there! Ik weet al wie dit is. Dit is waar hij het over had. Degene wie er niet achter staan dat hij een versnellingsplant heeft, ding, iets. Malaka! Die lichtbeams die versnellen het proces van een plant dat die groeit, zeg maar. Come on, man. Hoe snel kan je zijn? What's the Dicastis doing attacking people? I'm chasing down a thief. Looks like you're the one who took Neocles' rock. My name is Melita. I'm an environmental biologist, not a thief. Neocles has no claim to a natural power source like this. That rock must be worth a lot if you're trying to steal it. You're the Dicastis and you have no idea what the power source is? Aren't you invested in the future of our resources? It's easy. Put the rock in Neocles' device and we'll fix the flowers. This isn't Neocles' first attempt at population balancing. When the flowers were overpicked and the bees started dying, first he attempted to artificially pollinate the flowers,
When he artificially pollinated the flowers, the soil degraded. When the soil... I get the idea. But then, how would you fix the gardens? I wouldn't. Nature has been healing itself for eons. Neocles needs to stop meddling. Melita! You've always been obtuse about the project. No accountability for civilization's impact on the ecosystem. Insanity is trying the same thing over and over again and expecting different results. When will you accept your hypothesis has failed? Failed is inaccurate terminology. I simply adjusted my theory after experiencing unintended results. Enough bickering, both of you. You're right. I wanted to destroy the power source to end his project once and for all. But as the Dicastis, it should be your decision. Godverdomme. All right, give me the rock. I'll end this once and for all. Are you mad? You've completely annihilated our chances at future sustainability. Trust in Gaia. Nature will heal itself if you allow it. Thank you, Dicastis. This is the right direction to go in. We might not see improvements right away, but the gardens will heal themselves. Ik vond die gast al een beetje een soort nerdy fucker. Die veel te graag wilde dat zijn apparaatje werkte en... Ik heb haar nu trouwens blindelings vertrouwd, hè. Maar ja, ik moet de hele tijd maar keuzes maken als Dicastis. Dus waarschijnlijk was de steen en dit effect met al die belichting en die straling veel mooier geweest. En had het een mooiere uitkomst geweest qua grafisch gezien. Maar volgens mij voor de toekomst van Atlantis en de natuur helemaal niet. Maar ja, ik moet ook maar gewoon een keus maken. Hier, de Dicastis was zowel rechter als jury en was gemachtigd om recht te spreken over alle zaken die te maken hadden met bla 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 bla. Ik ben de rechterhand van Poseidon en toch op de een of andere manier... Kon ik in die vorige quest ook dat die deken zomaar een onschuldig iemand vermoordde? Toch kon ik daar niet mijn mening in doordrukken. Want de NPC vond dat ik dit en dit moet doen. In ieder geval, super bedankt voor het kijken. Na aflevering 121, we zijn alweer bijna level 82. Ik heb weer genoten van de game, de DLC. En we gaan zo snel mogelijk verder met alles wat Atlantis te bieden heeft. Bedankt voor het kijken, het liken en tot... de volgende.